Nee, maar... Als je toen moest blazen in Eindhoven. Ik heb ook wel eens moeten blazen. Ik heb wel eens laten blazen, maar ik moest ook wel eens blazen. En dat zei die chauffeur. Dan moest je blazen in Eindhoven. Dan speelde hij bij PSV. Ik zeg niet dat je populair was, maar dan blazen. Dat ging toen niet goed. Toen zei die agent, hou je wel je twee handen aan het stuur? Kon je doorrijden. Ja, goed man. Ja. Hey, mijn vader, heeft mijn vader jou wel eens laten blazen? Nee, je zus wel. Nee, handen! Dat is niet waar. Vooral niet dat klappen. Is niet waar, dat is niet waar. Ik heb mijn zus beloofd dat we dat niet meer over hebben. Nee, we hebben het er niet meer over. Nee. Moet je niet uitdagen. Die moet niet uitdagen. Ik zit hem helemaal. Ik zeg, heb mijn vader jou wel eens laten blazen? Nee, doe er mee. Ja. Je komt er vol in voor, hoor. Ja, leuk man. Allemaal leuke anekdotes. Wat had ik je zus uit elkaar getrokken? Ja? Ja, dat staat er toevallig ook in. Oké. Dus ik begrijp dat jullie bijna zwagers geweest waren. Bijna? Ik was al voorgesteld, man. Nee, de familie, ja natuurlijk. Je kende mijn vader wel, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Nou, hele leuke schoonvader, die oude kleine. Ja. Zeker. Hij heeft mij één keer gezegd, dat zat Hans net te vertellen, toen zei hij tegen mij... Als jij ooit één klauw naar mijn dochter uitsteekt, schiet ik je hartstikke dood. Ik zei, daar ben je 2 weken te laat mee, vriend. Ik vind namelijk dat wij ook wat plat aan het ordineren aan het worden zijn, zei hij. Dat we heel vaak dezelfde grap maken, maar dat valt toch wel mee, of ja, niet? Ja, dat valt de eerste keer toch, Annie, dit? Dat Annie te sprake komt, is toch pas de eerste keer? Ja, zeker. Nee, wat had er Joke Bruis vaker te sprake gekomen? Hans de zus. Oh, ja. Oh, dat is lang geleden. Oh, dat is echt heel lang geleden. Maar hoe gaat het met je zus? Hoe gaat het met je zus dan, Hans? Dat heb je afgesproken, toch? Dat het daar nooit meer over... Nee. Anders komt je broer langs bij mijn kat te tinderen. Nou, laten we dan Kees Jansma nog maar een keer nemen. Ja. Zijn we daar ook vanaf. Hij drinkt ook meer dan wij met z'n vieren bij elkaar. Dat één avond. Dat is nog wel echt. Ik ben nog wel eens met Hans' zus uit geweest. Ja. Zullen we dat verhaal na de reclame doen dan? Doe maar even tot na de reclame, René. Ik ken dat verhaal even een beetje... Ja, dat was geweldig. Ja. Heb jij maar nog... wel respect voor Hans, ik, hè? Ja, ja. Ik heb ze gewoon, zeg maar... Ja. Nee. Wat zeg jij elke keer? Nee, joh. Maar mijn zus Nicolette zit nu te kijken. En ik weet niet, Nicolette zit in die camera. Ja, is niks gebeurd, hè? Nee, je vader ook. Die lampenkap. Nee, zei jij tegen die oude kraai van Paal? Van? Pa. Zei jij pa tegen die oude kraai? Ja, dat wel. Zet toch pa tegen mijn vader? Ja, er veranderde wel iets in onze... Jij zei wel van, pa mag ik er toch nog in zonder. En ik speelde vaak en ik werd niet meer gewisseld. Goed man. We hebben trouwens een nieuw magazine, hè? We hebben een nieuw magazine. Mooi magazine is dit, hè? Ja, prachtig. Wie is dit die er voorop staat? Top, hè? In één keer goed. Hartstikke goed. Ja, nee. Leuk ventje. Ja, er staat een interview in. Dus de zus staat erbij, volgens mij. En, zus, moeder. Ja, Jeroen Pauw zie ik er ook in. Die ook een beetje... Jeroen Pauw, ik wist niet dat Jeroen zo'n voetbalfanaat was. Nou ja, je moet kijken hier. Jeroen, goed, bal op het hoofd hier. Ja, dat is niet te geloven. Zo. Eerste keer in zijn leven dit, maar dat maakt verder ook niet uit. Matthijs de Ligt staat er ook in, heb ik begrepen. Oké. Okay. Krijg nou wat. Peter R. de Vries kom ik ook nog tegen. Dat is mogelijk. Die zie je nooit in de publiciteit. Nee. Daar hebben we ook enorm ons best voor moeten doen, heb ik begrepen. Heb jij eigenlijk ook een zus, Wilfred? Want we hebben het altijd over zussen. Nou, heb jij toevallig, een zus? Toevallig ken ik Wilfred zijn zus heel goed. Ja, en? Lekkere zus? Nou, zo praat ik niet over vrouwen, Hans. Nou, maar zo hebben jullie wel heel vaak over mijn zus gesproken. Zijn zus die kan in de eerste plaats heel goed piano spelen. Oh, dat vind ik ook. En zijn zus is tegenwoordig beeldend kunstenaar. En die was hier verleden week met een paar kunstwerken. En dat waren echt prachtige kunstwerken die ze maakt. Dus het is een beschaafde vrouw? In geen enkel opzicht lijkt zo op Wilfred. Ja. Prachtige Johan Cruijff schilderij. Ja, en heb je nog meer zussen, Wilfred, die wel wat ordinairder zijn? Nee, ik heb mijn zus. Je hebt één zus? Ja, één zus. Ja, okay. En jij hebt ook een zus, toch? Ja, ik heb ook een zus. Ja, nou, dan laat het daar. Ken jij die zus van Hans René? Nee, hè? Die jongen, ja. Die was elke 14 dagen, met was 16, 17 jaar. Met alle ballen bij zijn zus natuurlijk. En zijn moeder. Want je maar nou, we gaan je voor het. We hebben het altijd over zijn zus, maar zijn moeder was ook niet verkeerd. Nee. In het kader van die vinger nog even, heb je gisteren aan die schilder nog gezien bij Ranking the Stars of niet? Nee. Maar dan zou ik bijna willen zeggen, dan heb je de één vinger niet gedaan.
Ja, we kunnen het fragment niet krijgen. Twee handen. Nee. Paul de Leeuw wil het niet zou afstaan. Zou daar ook het Nederlandse gezegde van afkomen van met een natte vinger? Dat zou heel goed kunnen, maar... Nee, maar Annie was enthousiast, geloof ik, hè, over jullie ontmoeting destijds. Ja. Die was gisteren bij Ranking the Stars. En helaas mogen we het niet uitzenden, maar... Maar wat is er gezegd? Nou, dat ze heel enthousiast was over die nacht met René. Dat het wel een dikke figuur was. Nee, maar Hans, kijk, jij neemt mij... Jij neemt mij niet serieus. Nee. Maar ik kan likken als Rintintin. Annie wel. Wat zeg je? Ik kan likken als Rintintin. Lekker, man. Nee. Ja, maar dan weet Hans' zus toch alles van. Likken. Heb jij nooit wat mee gedaan, hè, met mijn zus? Ja, nee, geen koekoek. Ja, ik weet heel zeker, hè. Ik heb nou een jaartje of 9 meegelachen. Jij hebt nooit aan mijn zus gezeten. Echt niet. Had hij jou kapot geschoten? Nee. Ja, jouw vader vond het helemaal niet erg. Kost 45 in. Je bent ook al veel op tv, Hans, maar jij kan hier niet aan tippen, hoor. Nee, maar het is ook geweldig. Maar heeft Jan nog wel tijd voor Joke Bruijs af en toe een keertje? Joke Bruijs. Joke heeft nu echt een probleem mee. Dat weet je ook. Je hebt bloemen aangeboden. Als ze niet geaccepteerd. Heeft ze niet voor bedankt voor de bloemen. Nee, maar als jij nu ook weer begint, dan kan ik maar iets mee. Nee, maar ik heb het niet gezegd. Je hebt het niet gezegd. Nee, want voor je het weet gaat het over je zus. Dat wil je ook niet hebben. Dus nee, dat nou heb ik geen klaar. Ja. Waanzinnig. Heb je trouwens het boek van Ruud gekregen allemaal? Dat weten we allemaal. Ruud, bedankt daarvoor. Was gisteren jaar. Heel leuk cadeautje. Ja. Leuk cadeau voor Ruud. Dus ik ga je volgende week over horen. Of Ruud er nog één opstuurt. Want jij hebt er 2 gekregen. En die heb jij net aan René en Johan gegeven. Ik wil ook nog wel zo'n boekje. Weet je meteen je plaats, Hans? Ja, nou, maar goed, jullie gaan even het boek lezen. Ik ga Ruudje lezen. Dan krijg jij van mij deze. Dan mag jij deze mee. Ga ik jullie over horen. Ja. Wat ga je voorlezen? Eenvoudig beginnen. Nee, ik ga jullie overhoren volgende Johan week dan. Wil je die nog meenemen voor je zus? Ja, nee, rot op, joh. Rot op. Een beetje met mijn boekje te gooien. Nee, maar Johan... de Koning. Die ook was in de parenclub, Hans de Koning? Nee, Hans de Koning, leuke kerel. Die is onze leeftijd. Niet jouw leeftijd, onze leeftijd. En die was op zijn 28ste al opa. Hè? Ja, dat is heel snel gegaan. Dat is de jongste opa in betaald voetbal ooit. Die was op zijn 28ste of 29ste was die al opa. Leg eens uit hoe dat zat. Ja, ik weet niet hoe dat ging, maar hij heeft het wel beaamd. Hij was heel snel opa. Dus ja, ik heb er niet nooit verder over nagedacht, maar heel snel was hij Je hebt er nooit over nagedacht. Dus iemand tegen jou zegt... Nee, hij heeft geloof ik 5 of 6 kleinkinderen. En hij ziet eruit als een jonge god. Dus, maar hoe dat gaat, dat weet ik ook niet. Maar hij was heel snel opa in ieder geval. Tussendoor. Ja. Dit vind ik wel hele goede informatie voor onze kijkers. Praat er maar niemand over. Die pakken we toch weer even mee, deze inderdaad. Ben jij al opa? Nee. Ik heb mijn dochter, die was even terug over uit Cardiff... en ik heb haar wel op de hart gedrukt. Voorlopig niet. Niet aan het beginnen? Nee, niet aan het beginnen. Wat is jouw dochter nu dan? Mijn dochter is 29 en ik heb al tegen die man ook van haar... die uit Cardiff willen zeggen van een beetje rustig aan. Ik wil geen opa worden, maar die speelt in het nationale rugbyteam van Wales. En die is 2-3, dus die trok zich er weinig van aan. Dus die hakt hem er vanavond gewoon weer in. Ja. Zijn daar foto's van? Dus dat houdt in dat jij binnenkort opa wordt. Dus hopen dat het goede gaatje neemt, man.